Lucas en Stephen Harris, 13 weken in de top 40 met Perfect. Deze week op 15, vorige week op 16. En één plaatsje hoger, nummer 14 voor Opgeblazen en Wilbert Pigmans en De Toreador. Carnaval dreunt nog even stevig door in de lijst, terwijl de praalwagens weer zijn afgebroken of weg zijn gewaaid en iedereen weer is bijgekomen van de kater. De Toreador op nummer 14. En dit liedje heeft iets te maken met deze track. Dit is Whenever van Chris Cross Amsterdam, The Boy Next Door en Connor Maynard. Op 28 juli 2018 was het nummer de snelste stijging in de top 40. Ging toen van 31 naar nummer 6 en dat betekent 25 plaatsen winst. Even een fast forward naar vandaag, 28 februari 2020. Opgeblazen en Wilbert Pigmans stijgen 25 plaatsen. En ze gaan daarmee van 39 naar nummer 14. En daarmee zijn ze niet alleen de snelste stijger van deze week, maar de snelste stijger ooit. In top 40 is er in al die jaren geen enkele track geweest die harder omhoog wist te vliegen dan De Toreador. Ik last hadden van regen en harde wind, hebben de mannen van Kensington het goed bekeken. Want hoe slim is het om in februari je werkgerelateerde tripjes naar Curaçao in te plannen? Vanavond spelen ze daar op...